De jungle. Kantoorknuppels hebben het heus niet altijd even makkelijk. Zoveel stress, dat moet er soms even uit. En om die reden heb ik dus een assistente, dames en heren. Dit is Dinus. Ja, daar komt ze. Ja, die is echt... Je bent imponerender als je blijft staan. Of gaan we zitten? Nou, laten we zitten. Gaan we zitten, oké. Officieel ben jij dus mijn lieftallige PA, maar in de praktijk ben je eigenlijk de strenge tante die mij bij de les houdt met, laten we zeggen, agenda's beheren, mijn totale chaos in mijn leven te organiseren. Is het een zware baan, Dinus? Ja. Ik ga toch niet zeggen wie iedereen bij is, moet ik zeggen. Het is een fantastische, geweldige uitdaging. Het is een fantastische, geweldige uitdaging, vooral omdat je zo chaotisch bent. Ja, want ik heb jou puur op je inhoudelijke expertise als juriste aangenomen. Ik wist dat je Miss Nederland was en ik dacht, daar moeten we het niet over hebben. Dat is natuurlijk volkomen onbelangrijk voor de functie. Nou is er een meneer die zegt tegen mij, ja, luister, zo'n PA van vlees en bloed, hoe... laat ik zeggen, verleidelijk het ook allemaal is. Puur zakelijk. Er zijn betere methodes. En dat is Alexander Klupping. Je bent internetjournalist en jij zegt, luister, ouderwets model, dit, Dinus. Ik heb een veel modernere oplossing. Vertel. Een ouderwets model van vlees en bloed zit wel een beetje in 1999. Dus we zijn in tijden van internet. Je kan heel gemakkelijk online een virtuele assistent regelen. Die zit niet in Nederland, die zit in India of in Bangladesh. Mm. Zijn de lonen iets lager. En daar kun je heel gemakkelijk een assistent regelen die bijna hetzelfde kan als Dinus, maar dan... Maar bijna hetzelfde. Nou, Dinus kan heel veel, hoor. Toch? Hoe werkt het? Laat zien. Wat doe je dan? Het is redelijk simpel. Je kan zo'n virtuele assistent bellen of e-mailen of skypen. Ja. Dan kun je hem werk sturen. Maar wie heb jij dan? Laat eens even zien. Nou, dit is, ik weet niet of je me kan horen, Heini Lesch. Nou, daar heb je het al. Good morning, Alexander. Hi, yes. Mr. Kelder would like to go ski in St. Moritz this Christmas. Nice choice, sir. Yes, yes, very nice. Ja, like a hotel. Voor de Would the Badroots Palace Hotel fit his expectations? Badroot, that okay? Badroots Palace, that's the best. For two, if I know your boss? Yes, for two. That'd be fine. You can book it on his hotel on his credit card. Thank you, sir. Hij zet het nu op jouw creditcard, dat heb ik doorgegeven. Dus dat wordt nu geregeld. Je bent levensgevaarlijk, maar hoeveel gaat dit kosten? Want als Dinus dit, hoe lang ben jij mee? Jij hebt dit voor mij geregeld al. Hoeveel uur was je daarmee bezig? Nou, een kwartier. Nee, dat is ontschepperij. Want ik laat mijn ticket drie keer aanpassen. En hij is, morgenochtend heb jij de aanbieding binnen. Dus morgens vroeg als je wakker wordt, eerst wat je ziet is het geregeld. Alexander, veel dank voor je komst naar bij ons in de BV. En natuurlijk, ja, Dinus, ik zweer toch bij gewoon een PA van vlees en bloed. Dat is toch veel leuker, al was het maar om te kijken. Dinus Okoyun. Ooit was hij zelf een hele zakenmeneer. Maar sinds hij als politicus de belastingmiljarden moet binnenharken, opent hij geestdriftig de jacht op zwartspaarders, ondeugende entrepreneurs.